bijhouden met praten, maar is met praten erbij te houden. Zo stil gaat hij over de baan. Deze voor het glas, fantastisch van te zien. Daar kreeg hij gewoon kippenvel van. Je zult er bijna bang van worden. Daar moet hij vastgetekend ontzettend veel ervaring mee hebben om als conducteur met zo'n machine hier over de baan te gaan. Dat is helemaal niet vervolgd. Ik wil in ieder geval zeggen dat we straks deze White Horse ook nog een keer opnieuw gaan zien voor de tweede trek. En ook White Horse zal, omdat hij een full deal heeft gereden, een tweede wedstrijd moeten rijden. Je kunt zien dat hij daar toe in staat is. De chromovie zit erin, de overbrenging is juist. De beste voorman komt voorbij. En in de land is Willem Blad. En daar zit hij. Kijk erop. De eerste wedstrijd voor deze chauffeur van de Koninginnen. En we zien de vlag al bewegen aan het einde van de baan. Dat wil zeggen een full pool, oftewel 100 meter voor de Terminator. Fantastisch, je zult hem opgezet worden als chauffeur voor je eerste wedstrijd. We helpen hem hoog, want het is niet heel belangrijk voor de jongens. Heel goed uit. Maar, helaas, kijk, en dat is wat ik bedoelde. Dat is het probleem. Dan gaat het fout. Je moet proberen om hem recht in de baan te houden. Je ziet ook dat de waarschuwing om achter de dranghekken te blijven niet voor niets is. Want als... En kijk eens aan. Wat een groot plan voor daar uitgekomen. En het wordt moeilijk daar. 70 meter. En daar wordt het moeilijk, dat hebben we eerder op de dag al kunnen zien. Dat is het moeilijke punt in deze klasse. De Pink Panther, 800 pk sterk. En de wielen die spinden volop. En gaat in de goede richting. Het meetlint zal uitwijzen wat zijn deelnemers. Er zijn tractoren waarbij het mogelijk is om met de handen in de zakken te kijken. Bij deze White Horse is het niet mogelijk. U kunt al vast de vingertoppen in de richting van die oren brengen. Want als de White Horse de volgende mogelijk gaat leveren, dan moet je de oren dicht houden. Dat is het echt oorverdovend lawaai. En we zien een goede land met een goede vlak. Dat is pure klasse en dat is pure kracht. Ja, helaas is het gebeuren met tegen de wordt er een beetje vuil van.
Deze Terminator. We hebben het de eerste keer gezien bij de eerste trek. Dat is het probleem als je kan bijsturen en het ene wiel moet gaan afremmen, dan red je het niet meer. Het vermogen zat erin en zat goed op snelheid, maar een beetje moeilijk bestuurbaar. En dat geeft zoveel problemen, dat geeft zoveel snelheidsverlies, dat het dan onmogelijk is om die 100 meter lijn nog te halen. In ieder geval een hele goede prestatie. De 2,4 ton klasse zit erom. Dat houdt in dat de sleepwagen aangepast moet gaan worden voor de 3,4 ton klasse. Dat de baan weer even opnieuw geëgaliseerd wordt. En dat wij zo dadelijk de prijsuitreiking gaan doen in deze 2,4 ton. De Rolls-Royce Meteor is gebouwd bij Rover. Een heel mooi gebouwde trekker. Twee blokken naast elkaar gezet, een klein beetje gekanteld. En die twee Rover 212 motoren. Het is even iets moeilijker. Het houdt iets meer in dan gewoon even die auto starten thuis natuurlijk. Maar deze soort zaken worden zo uitgevoerd vanwege de veiligheid natuurlijk. En ook vanwege het gewicht, want geen startmotor en geen accu's is weer extra gewicht waarmee je kunt spelen naar voren of naar achter. En hij loopt weer. Er zit weer muziek in de Bonanza. Rovermotor. Hij is 1000 pk sterk. Ze hebben hem zelf opgevoerd. Standaard vermogen is slechts 500. En hij staat klaar voor de start. De stofwolken vliegen omhoog, maar geen voelpoel, geen 100 meter voor Bonanza. Iets wat de Terminator wel heel gemakkelijk deed. Chevrolet motoren, een beetje moeilijk om ze te tellen. Je kunt een luchtfilter stellen, dat is gemakkelijker. Twee voorop, twee dezelfde achterop, dat is vier. En dan nog eentje links en eentje rechts. Dat zijn zes Chevrolet motoren, de grote V8 blokken, de zogenaamde 350 cubic inch, die bij elkaar een cilinder inhouden. Even hoe gemakkelijk dat gaat voor jou daarvoor. Zes machtige V8 Chevrolet blokken erop. Het zijn motorblokken met een inhoud van 7200 cc, oftewel 7,2 liter. Vandaar dat ze bij elkaar opgeteld een cilinderinhoud geven van 28 tot 8 liter. Bijna 30 liter kan op en neer wanneer ongeveer gaat een beetje rondgaan. Ja, het is bijna een volle melkbus met luchtvoet erin met de daarbij behorende benzine. En dat betekent deze geweldige. Houdt je binnen de baan en heeft hij de 100 meter, wie zal het zeggen? Het was even moeilijk te volgen. We zitten in de gevallen. Pion liggen hier voor de project houden.
Wat in de oren, top in de oren, de vingers erin. Hij loopt fantastisch, maar hij gaat pas echt mooi lopen als al dat geluid in één keer omgezet wordt. In vermogen, dat zien we wat hij kan. Bravo, de White Horse, en dat belooft een hele spannende strijd tegen de echte hele grote zoals we die gezien hebben. De Red Diamond, de White Horse, de Red Devil en de Terminator 2. Een groene vlag, een groene lamp en kijk eens. Sorry, 7 motoren van 200 pk is 1400 pk sterk. Ja, dat is altijd een 2345 International Motorblokken. We zien een groene lamp en we zien een groene vlag. En we wachten op de volgende groene vlag. En dan gaat hij dus van start voor een proeftrip buiten mededinging om een vaste oefening voor de 4,4. En daar gaat hij dus. Een beetje schuin weg eruit, zodat ze met de twee zijkanten precies verticaal naast elkaar liggen. Het grote koelelement voorop en dan dat vermogen natuurlijk. 1600 pk sterk. Ja, we horen die klakson. Moet je nagaan, 1800 jaar. Ja, ik weet niet, met de landbouwwet is het zo tegenwoordig rond de 60, 70, 80 pk. Dan heb je er toch een stuk of 25 nodig voordat je aan het vermogen zit van deze Red Diamond. Ook heel mooi gebouwd, twee blokken voorop, twee blokken achterop. We zien een goede lamp, we zien een goede vlag. En het wachten is op de tweede goede vlag en dan gaan we kijken of de Red Diamond de prestatie kan verbeteren. Wat kan er gaan? Dan wordt het moeilijk. Ja, maar ik denk dat we wel een stoot.
Ik ben blij dat die vliegtuig komt. Het is compleet toegepast in de eerste Engelse en zelfs Amerikaanse jagers. Van die tijd dan propeller aangedreven vliegtuigen. Daar lag deze motor in en zorgde voor een topsnelheid. Dat de vliegtuigen die in die tijd niet even aangeven. Vandaag ben ik hier tegen deze wijzer. Zoals je ziet, heeft hij uit de baan. Je ziet het bijzonder wegvliegen. Ontzettend veel vermogen zat erin. In ieder geval kan hij gemakkelijk 100 meter halen. Maar het lijkt er wel een heel klein beetje zien en merken van wat u zojuist vertelde. Boomer uitgerust is met een dieselmotor. En dat is het grote verschil met de benzinemotoren die we tot op heden hebben gezien. Deze dieselmotor van de Boomer. Opgevoerd met twee turbo's en waterreactie. Die komt pas echt goed op gang als die redelijk belast wordt. Dat wil zeggen op het moment dat die wegtrekt en dan verder bij het bereiken van de 30, 40 meter lijn zo rond die koers. Dan zie je er eerst witte pluimpjes uitkomen die dan verlieverlees steeds donkerder en steeds zwarter worden. En dan pas komt hij aan zijn maximale vermogen. In deze 4,4 ton klasse waarbij het gewicht niet zo'n belangrijke rol speelt voor wat betreft de constructie. Zie je dus dat de startmotor en de accu wel aan boord zijn, zodat hij op het moment dat hij stilvalt, snel even opnieuw zelf kan starten. We zien voor de brandstoftank, maar ook de watertank. Hij gebruikt dus ongeveer net zoveel water als brandstof. En kijk eens naar deze trekker wanneer die gaat starten. Dit lukt er ook. Hij gaat zwakker ook. Als je die 100 meter haalt, dan zit die vlag in de zwarte rook, terwijl die wappert op en neer en inderdaad ook gewoon. Blijf binnen, joh! De motoren apart gestart worden. En horen ze en graaien. Je houdt het haast niet voor mogelijk dat je dit kunt bouwen, dat het zo aan elkaar gekoppeld kan worden. Zes motoren dus. Zes internationale motoren. Super, dat is gesponsord door Cafetaria Pep en Wim. Je zou daar even een stukje kunnen gaan eten, maar het is wel 200 kilometer hier vandaan. Hij zit heel hoog, bovenop de trekker eigenlijk, zoals u ziet. En dat komt omdat alle ruimte nodig is voor de aandrijving en voor de versnellingsbak. We hebben hem een keer zien proefrijden, maar nu zal hij echt moeten laten zien wat hij kan. En let op, man. We zien hier vandaan vanaf de jurywagen. Hij zit in de richting van de 100 meter. We zien de rode lamp op de sleepwagen. Nou, daar staat hij, de Red Devil. We hebben hem uitgebreid aangekondigd. Bijna alles verteld wat er over te vertellen is. Een fijne kneepje is daarmee dan in het kamp 11. Je ziet een goede vlag in. En dan horen die motoren trillen. Dat is 100 meter, daar is geen twijfel
klaar voor de start. De gas hebben we in zijn handen, recht voor de streepwagen. Hij moet even een beetje na in de kip van die 100 meter, want hij moet een full pool behalen, wil hij in de finale straks komen. Afzet hem op, de voorwielen van de grond zo dadelijk, oren dicht als hij voorbij komt. Ontzettend veel vermogen zit er in deze brutus in. Alleen het probleem is steeds om het over te brengen op de grond. 7 motoren ondertussen in plaats van 6. Dat is even 1200 bij 1400 pk. En in ieder geval 4400 kilogram ijzer gewicht. Tegen het einde van de baan, dan zie je hem bijna niet meer rijden. Dan zie je bijna die witte vlag niet meer. Maar als het echt zo ver komt dat we die witte vlag niet meer zien, omdat hij daaronder staat, dan zou dat een geweldige prestatie zijn. Maar dat mogen we niet berekenen, want dat is nooit eerder gebeurd. 50 meter is al heel goed. Normaal, 90 meter. De sleepwagen met alle wielen van de grond af. En het ziet eruit als een hele, hele goede prestatie in deze finale strijd. Het is namelijk zo, wanneer de sleepwagen helemaal vol is en op zijn zwaarst afgesteld. En daar is hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En die machtige motoren. Bijna 30 liter cilinder in hout. Het grootste vermogen op deze trekken, maar zoals altijd blijft het de vraag of je dat vermogen kunt overbrengen op de grond. Je ziet al een heel klein beetje de tactiek van het aanspannen. De ene wil het precies recht voor hebben. De handen een heel klein beetje schuin, zodat hij al een klein zetje kan geven op het moment dat hij wegrijdt. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen kleine kniepjes die hij inpast in dit vak van tractorpulling. Het maakt de zaak alleen maar spannender. Gaat u dat punt voorbij waar we nu dus een groene vlag zien, of gaat het inhalen? Ja, geef hem een applaus. Geweldig gedaan door deze Red Devil. We krijgen zo dadelijk nog even de exacte afstand en dan weten we definitief. Maar als we zo kijken hier vandaan, dan zien we toch duidelijk dat hij wel een stuk verder is als de Boemer. En daar zal hij blij mee zijn, zeg. Hij had het er een beetje om staan, maar elke week opnieuw is het weer een nieuwe strijd. En het zit kort bij elkaar. Iedereen heeft zijn plannen al klaar voor het volgende seizoen om de motoren nog iets verder te gaan opvoeren. Tot op heden in ieder geval een fantastische prestatie voor Frans Timmers met de Red Devil. We hadden een afstand van 76,81 voor de Boemer. En we zien dat de heren gaan meten vanaf 80 meter voor de Red Devil. Dus daarmee is hij in ieder geval de kampioen voor vandaag. We krijgen uiteindelijk nog de prijsuitreiking in deze 4,4 ton klasse. Maar ik wil in ieder geval altijd beginnen om ook vooral het publiek hier vandaag van harte te bedanken voor jullie komst. En hopen dat jullie een hele mooie wedstrijd hebben gezien en ervan hebben genoten. Ik wil het publiek ook danken voor het enthousiasme en voor het applaus, voor de aanmoedigingen. Is it any?
Komen. Dus we zien je later. Maar we gaan gewoon weer. Pak ik onder de arm. Hij is de tuna en zijn prijs. Hè, Richard? Liggende prijs. Gosavond, ik weet het niet.
Dat is zin in, man. Nee, die pappendingen, die... Also mit der Hund? Was ist so ein Rü? Klotzack? Mal Klotzack. Ich muss einfach holen, Ich hab genug, sagt er, Ja, en we moeten het woord even. Ja, ik heb er een of zo'n gaat eten. Dat ken ik niet. Volgens mij heb ze maar lange hoed. Hé, nog eens knabbel, hè? 14.